mensen, top dat jullie weer kijken. Hier naast me staat Jamie. En Jamie, die is een matroos. En die heeft mij uitgedaagd om een kanon te bouwen. Een goalkeeper kanon om precies te zijn. Maar dan een die aardappels schiet. Zo, dat is een serieus apparaat, zeg. Ja, we hebben hier een vol op het schip hebben we er een. Achter op het schip hebben we er nog een. Zodat we ons aan elke kant kunnen verdedigen. We hebben een gewone camera en een infraroodcamera. De ronddraaiende radar die je ziet, dat is de search radar. Die zoekt naar doelen. En de witte schijf, dat is de track radar. Zodat we het doel niet kwijtraken. Oh, niet schieten. Dit is eigenlijk een defensief wapen, toch? Het is echt om het schip te beschermen. Het is niet om aan te vallen eigenlijk. Nee, dit is echt ons laatste redmiddel. Dit schip zal normaal gesproken ook verdedigd worden door andere schepen. Die nog meer verdediging hebben. En pas als raketten of vliegtuigen echt doordringen tot dichtbij ons, zullen we deze gebruiken om die uit de lucht te schieten. Nadat hij salvo had gedaan, draait hij ook een aantal lopen terug. Ja, hij draait weer 8 plekken terug. Omdat je 7 lopen hebt, gaat hij 7 plekken terug plus 1 voor de veiligheid. Zodat hij zeker weet dat er geen scherpe munitie meer in de loop zit. Oké. Zal ik de binnenkant even laten zien? Ja, laten we eens even kijken inderdaad. Hier worden de patronen mee aangevoerd. Via deze band komen ze hier boven naar het wapen toe. Dan worden ze afgeschoten en de lege hulzen. Die komen hier langs onder. Die worden via de onderste band weer naar beneden gebracht. Ja, ik ben allemaal aan het bedenken voor de aardappelkanon natuurlijk, want dan willen we ook extra snel kunnen schieten. Hoe werkt dat precies met die loader tray, weet je? Ze rollen hier in die kamers. Ja, dan worden ze overgegeven aan de band en dan gaan ze het wapen in. Ik wil eens kijken hoe die daar in de mechanisme gaat. Kijk, dit kunnen we echt perfect gebruiken zo. Als we die buis inderdaad van tevoren laden met aardappels, in een soort van slede leggen, net zoals als deze patronen. Hey, maar dit is wel mooi hoor. Hier, ik heb wel ideeën opgedaan al hiervan. Mooi, daar komen we voor. Ja, dat wou ik zeggen. Daar kan ik wel iets mee. Dit wordt geen heel goedkoop project, denk ik. Nee, als je nou 2500 euro als budget doet. Dat is een fors budget. Je krijgt technisch personeel bij de marine als technische toelage bovenop het jaarsalaris. Nou, ik denk dat we dan wel iets kunnen bouwen. We gaan iets moois maken. Ja, sowieso. Kijk, ik had het eigenlijk zo bedacht. Aan deze kant doen we de kogelkraan. En die kogelkraan staat stil en dan maken we meer lopen, net zoals bij de echte goalkeeper. Die draaien natuurlijk rond. En dan moeten we zorgen dat we die aardappels al van tevoren al geladen hebben in korte buisjes, denk ik. Ja. Die dan in het apparaat vallen, die worden vastgeklemd met iets van een soort van veermechanisme. Dan eens even bekijken hoe we dat het beste kunnen maken. En dan op het moment dat die loop dan zeg maar voor die klep komt, dan schieten die aardappelen eruit. Maar we kunnen toch wel zeker het snelste aardappelkanon maken dat er bestaat. Ja. Wow. Ja hoor, daar zaten we echt op te wachten. Onze spulletjes. Kijk hier. Aardappelkanon, bouwpakket. Ook 7 lopen. Heleboel snijdeeltjes, stempelveren. De geleiding, daar gaan straks de kogels mee in het en door het machine heen. Dit is de hoofdspil, daar komen straks de 7 lopen omheen. En hier, daar is de munitie. Een snelvuurkanon op lucht, daar heb je zeg maar heel veel lucht voor nodig. Daar heb je zeg maar een hele grote Oh, kijk nou. Ik denk dat ik beter maar kan gaan lassen. Wat jij, Diesel? Vers van de pers uit de kanonnenfabriek. Toch hier wordt het ook wel spannend al, denk ik. Ja, net denk ik. Het is vooral deze kant. Deze kant heeft hij alleen hier, zeg maar. Dat is een veel geleidelijke helling dan deze. Ja. Hier gaat hij in één keer trappetje af. Ja, dit wordt pas echt spannend. Ik ben echt benieuwd of die geleiding goed werkt. De tekening zag het er allemaal prachtig uit. Maar ja, dat zo mooi op tekening past, dat is natuurlijk geen garantie voor de werkelijkheid. Dus dat gaan we nou dadelijk zien. Kijk, dit is eigenlijk de hele geleiding. Ja, vallen die hierin. Ja, dan gaan ze zo eruit. Ja, precies. Ja, daarom heb ik deze ook met boutjes gedaan. Want dan kunnen we ze namelijk nog stellen. Kijk, dan is de bedoeling dat we deze steuntjes, die worden vastgelast aan het frame. Maar om die positie te bepalen,
is het wel handig dat we deze eerst gewoon vastschroeven. En dan kunnen we hem zo in zijn geheel zetten waar hij moet komen en dan kunnen we hem lassen. Ja, alsof het ervoor gemaakt is. Dat is dadelijk waar de klep aankomt. Die hangen we hier. Ja. Dan zit dadelijk precies voor deze gaten. En dan elke keer als er een loop voorbij komt, dan gaat die klep open. En dan schieten. Dan wordt het schieten, ja. Dan ga ik deze even op hoogte houden waar die moet komen. Ja. En dan moet jij goed kijken dat het gat precies op zijn plek zit. En als hij dan op zijn plek zit, dan las ik hem meteen vast. Ja, doe ik heel veel deze vastmaken, zodat ik daar niet... Ja, een beetje draaien. Mooi steen als hij zo zit. Munitie! Nice. Om volautomatisch te kunnen knallen, hebben we een snelle sensor nodig. Kijk, het is altijd belangrijk aan het begin van de aanval dat je je doel lokaliseert en vervolgens maak je eerst een rookgordijn zodat je zelf onzichtbaar wordt. Let op. Zo. Let op, hè? Gaat ie. Hop, achteraan voor de smart eruit. Ik denk dat we misschien dadelijk maar over Nederland moeten rijden. Want als ze ons in België zien rijden met zo'n kanon, dan worden we meteen aangehouden. Zo. Hij is er klaar voor. Wat denk je? Schieten. De drone is op hol geslagen, dus ze moeten wel neerschieten nou. We hebben geen keus. Ja. We hebben een doelwit, daar. En dat is niet Jamie, dat is de ballon die daar aan het wegleggen is. Yes! Hey! Super goed gedaan. Succes denk ik, hè? Godverdorie. Ja, dit is je echt heel goed gelukt. Mooi man. Hey, als jullie nou ook aan kanonnen willen sleutelen, en niet aan aardappelkanonnen, maar echte kanonnen, dan is misschien wel een baan in de techniek bij de Defensie iets voor jou. En dan kan je nog eens Jamie's collega worden ook. Check even de link in de beschrijving. En jullie, bedankt voor het kijken.